bezig. Ik heb een vraagje over vogelspinnen. En nou ken ik toevallig iemand die er heel veel van af weet. Stephanie Siebeling, dus daar ga ik nou even naartoe. Om te vragen of zij mij erbij kan helpen. Hi, Stephanie. Hallo. Ik zie dat je hem al bij hebt, de vogelspin. Ja. Ik heb er een vraagje over. Ik wil graag weten hoe je de vogelspin het beste kan hanteren. Kun jij mij dat uitleggen? Ja hoor. Ja. Nou, ik ga je eerst de officiële methode laten zien hoe echte experts het doen. Oké. Okay. Met je duim en je wijsvinger ga je om de spin heen, om zijn poot. En dan kun je de spin goed bekijken. En dit is de eerste hanteermethode die we gebruiken om vogelspinnen vast te houden. Oké. Okay. En dan hebben we nog een hanteermethode waar ik eigenlijk iets meer van verdiend ben. Dat is, je maakt een kommetje met je handen en dan schep je hem zo op. Okay. Maar dat kun je alleen doen bij spinnen die niet agressief zijn. Ja, verder ook. Hey, spin. Wil je het zelf een keer proberen? Nou ga ik het zelf een keer proberen. Ik vind het wel spannend, maar ik hoop dat het goed gaat. En Stephanie, je helpt me wel als ik iets verkeerd doe. Komt helemaal goed. Dus ik kan nou zo mijn handen eronder scheppen. Ja, dan langzaam op je handen lopen. Hij wil half, hij handt nog een beetje. Ja. Ja, je hebt hem. Nou, dat ging eigenlijk best goed. Nou, zoals je ziet, ik heb hem hier bij me. Het is allemaal gelukt. Ik heb een antwoord op mijn vraag gekregen. Dankjewel Stephanie voor het helpen hierbij. En ik hoop dat ook u er wat van geleerd heeft.